Bij weer een update in Leusden. We zijn vandaag in de Biezenkamp, waar het nieuwe complex wordt geopend door wethouder Jan Overweg. Ook Annemieke Vermeulen is aanwezig en de voorzitter van de winkeliersvereniging Tim van Voorst. U ziet dat ik op een paard zit. Het is niet Americo, geloof ik, hè? Nee, Skippy. Welkom, welkom in de Biezenkamp. U ziet wel dat er heel veel mensen klaarstaan om natuurlijk ook van u te horen hoe u het hier vindt. Want het is hier wel heel erg veranderd na de laatste keer. Zeker. Ik ben hier vorig jaar ook geweest en het ziet er prachtig uit. Ik moet de Biezenkamp een compliment geven. De markt, hier komt ook altijd de markt voortaan te staan. Dus het ziet er fantastisch uit. En er moet nog wel wat gebeuren. Hè? Er moeten nog panden gevuld worden. Met nog nieuwe winkeliers. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel aandacht is en heel veel belangstelling om hier je winkel te kunnen hebben. Want het ziet er fantastisch uit. Nou ja, we gaan volop gebruik maken van het nieuwe winkelplein. Ik wil Jan uitnodigen om het officiële gedeelte, dat is het hijsen van de vlag. En hierbij is die geopend. Annemieke Vermeulen, nog een maand burgemeester van Leusden. U heeft hier waarschijnlijk uw laatste handeling verricht. Nou, in ieder geval was dit een hele belangrijke ontvangst van Sinterklaas en de opening van ons winkelcentrum De Biezenkamp. En ik ga natuurlijk nog wel meer dingen doen, want ik maak de maand full speed af. Dus Leusden, die kan nog steeds op mij rekenen. Uw hart klopte nog vol verwachting voor morgen? Zeker, zeker. Zo'n Sinterklaas ontvanger, dat is natuurlijk prachtig, hè? En het is ontzettend leuk om te zien dat er zoveel mensen op afkomen. En dat mensen ook zo blij zijn, niet alleen met Sinterklaas, maar ook met het winkelcentrum hier. Ja, dat is fijn. Even, we komen er natuurlijk niet onderuit. Even de Zutphen. Bent u al een beetje bezig in gedachten met Zutphen of nog niet? Nee, ik ben eigenlijk vooral heel erg bezig met Leusden. Om hier op een goede manier afscheid te nemen. En om de balans op te maken van 7,5 jaar Leusden. En dat speelt zich een beetje in mijn hoofd af. Ook ter voorbereiding natuurlijk straks van de afscheidsreceptie. Ja. Al een beetje georiënteerd daar ook of nog helemaal niet mee bezig? Jawel, ik heb natuurlijk toen ik daar ging solliciteren rondgekeken, rondgereden, rondgelopen. Stiekem kijken we natuurlijk al af en toe naar huis op Funda, maar alles op zijn tijd. Ja. Deze maand nog even hier. Ja. Sinterklaas is welkom. Hoe gaat het in zijn werk, zo'n vacature? Is het net zoals in het bedrijfsleven dat je dan googelt of zo? Of dat het leuk is? Of word je daarvoor benaderd? Nee hoor, er staat een advertentie in Binnenlands Bestuur en in VNG Magazine en in de Staatscourant. Dat zijn de drie media.
En dan, die hou je dan in de gaten als je daar geïnteresseerd in bent. En op een gegeven moment zag ik Zutphen voorbij komen. Toen dacht ik, ja, dat is wel een hele interessante stad voor mij. Ja. Groter? Groter, maar groter is niet altijd beter. Maar het is een mooie historische stad. Ja, daar klopt mijn hart ook heel snel voor. En de bestuurlijke aandachtspunten zijn behoorlijk pittig en divers. Dus er is echt werk aan de winkel. Nou, ja, we sluiten maar af met, mag ik u heel, heel veel succes wensen daar. Nou, heel fijn, dank u wel. En is er nog een, na Zutphen, nog een carrière move te verwachten? Ja, ik ben nog lang niet klaar. De nee. Ambities zijn er ja, nog steeds. Die zijn er nog steeds, ja. Heel veel succes. Bedankt. Hoi. Tim van Voorst, de voorzitter van de winkeliersvereniging van de Pieshaar. Klopt. Jij stond net op het podium apentrots jouw verhaal te doen. Ja. Maar het ziet er ook schitterend uit. Daar heb jij mede toe bijgedragen. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, de toekomst ziet er in zoverre uit dat we natuurlijk in volle afwachting zijn van meerdere ondernemers in het U-blok. Wat we hier op de achtergrond zien. Dat zal komende jaar zo'n beetje gevuld gaan worden. En daarna dan hebben we te maken met een stukje bouw van het zogenaamde L-blok, waarin we de Lidl kunnen verwelkomen. Dus ja, de Briesekamp volop in ontwikkeling. En we zijn ontzettend trots met deze eerste stap. Ja. Want zo zien we het als een eerste stap. Jan Overweg, wethouder Leusden, je hebt het net formeel geopend. Heel erg leuk. Volle bak. Iedereen is dol enthousiast. Sinterklaas gearriveerd. Ja. En toen noemde jij op de achtergrond het gebouwtje wat die meneer die dat allemaal nog waarschijnlijk het onderste uit de kan wil halen, heb ik idee. Een vlekje. Nou, daar ging iedereen natuurlijk, moest daar enorm op lachen. Ja. Het is eigenlijk iets meer, hè? Nou, kijk, het mooie van de Biesekamp vind ik, dat wij 2 jaar geleden gezegd hebben van, en nu niet even kijken wat er niet kan, we gaan alleen kijken naar wat er wel kan. En dat hebben we ook letterlijk gedaan. Hè. Het gebouw wat we niet in eigendom konden krijgen, hebben we gezegd van nou, dan gaan we dat deel van het gebouw wat we in handen hebben, dat gaan we goed renoveren en laten we zien hoe mooi het kan worden. Ja. En dan is dat eigenaar die zegt van ik ga er niet in mee en dat is zijn goed recht. Daar zeg ik verder ook niks van. Maar hij kan nu wel zien hoe mooi het kan worden en wellicht wordt hij verleid om alsnog mee te gaan doen. Dus vandaar, ik vind het een vlekje. Ik zeg van dat vlekje moeten we met elkaar nog oplossen. Ja. Zou die door deze manifestatie en alle gezelligheid terugkeren op zijn schreden, denk je? Ik hoop het voor hem. Ja, ik hoop het. Nou, dat onderwerp zullen we laten rusten. Ik zag net Sinterklaas binnenkomen. Jouw hart klopt ook vol verwachting nog vandaag? Ja, dat is heel spannend. Ik ben al wat ouder, maar zodra ik de man en zijn krachten weer zie, dan gaat mijn hart weer kloppen. En zeker natuurlijk op zo'n Biesekamp waar spannende dingen gebeuren, dan gaat het wel een beetje door elkaar heen. Sinterklaas gevoel en het Biesekamp gevoel. Maar we komen iedere keer een stapje verder, ook bij Sinterklaas, want er zijn weer cadeautjes, ze worden uitgepakt en het valt altijd weer mee. Toch? Ja, je wordt er nog enthousiast. Ja, zeker. Ja, ja. Wat mij betreft mag u als eerste een applaus geven aan al die mensen die in die klankbatroep hebben gezeten en ze staan in uw midden. Kijk, vanaf aanstaande dinsdag komt de weekmarkt hier op het plein te staan. Een stap waar we echt ook heel blij mee zijn. Goed voor iedereen, want dat betekent ook dat het parkeerterrein achter de Jumbo vrijkomt voor de consument om daar hun auto te parkeren. En dat de marktkooplui een keurige plek hebben op het nieuwe winkelplein. Het is een dagmarkt, hè? Dat is een halve dag, tot 2 uur officieel. We willen natuurlijk als winkeliersvereniging zouden we graag willen dat het een dag wordt. Maar dat verzoek moet komen vanuit de marktkooplui. En uiteraard gaan we met hun kijken of we dat kunnen realiseren. Maar belangrijk is dat ze er nu komen. En dat is ook voor de marktkooplui. We hebben daar 10 jaar lang op gewacht. Dus we zijn blij met deze opening. Ja. Heb jij ook een verlanglijstje? Ik heb ook een verlanglijstje. Ja. Mogen de kijkers dat weten? Dan moet ik even goed nadenken. Ik heb een verlanglijstje gemaakt. En ik heb daar bijvoorbeeld opgezet Happy Socks. Vertel. Ja, ik vind het leuk om nu eens wat andere sokken aan te hebben. En dat kan eigenlijk onder allerlei kledij. Hè. Dus die heb ik ook. Ja? Ja, kijk. Ja. De kerstsokken. En... Ja. Nee, dat is een leuk idee. Toch, maar ja. Is het nog iets anders misschien? Wat heb ik er meer op gezegd? Moet ik even goed nadenken. Heel praktisch gezien, ik moet wel eens een beetje in de auto wat opschrijven. Dus zo'n opschrijfboekje die dan naast mijn stuur ligt. Ja. Hè? Nou, zoiets iets kleins. En verwacht Jan ook een gedicht? Ja, ik vind het zelf heel leuk om gedichten te maken. Ja. Mensen wie ik getrokken heb, die zitten altijd in spanning te wachten van ik hoop niet dat hij mij heeft. Hè? Dus ik maak er altijd wel iets van. Het is altijd een moment om even een klein stukje feedback te geven.
Het is nog Sinterklaas, maar we gaan weer richting kersttijd, een gezellige tijd. En ik wens u allemaal hele mooie feestdagen toe. Maak er iets moois van met de kerst. Er is hoop, altijd. En ga met die hoop het nieuwe jaar in. Ben jij zoet geweest het hele jaar? Is Sinterklaas tevreden over jou? Dat hoop ik. Ja. Dat hoop ik. Daar ga ik wel een beetje van uit. Ja? Ik ben best een braaf jongetje. Jij bent een braaf jongetje. Maar hoe zit het de komende dagen eruit? Heb je al een schoentje gezet? Ja, ik heb mijn schoen gezet, maar die rookt niet goed. Waarschijnlijk zweetvoeten. Dus, oh god. Er zaten een hele hoop letters in mijn schoen. Oh, maar die wortel is natuurlijk ook niet te eten meer dan voor de vak. Nee, precies. Dus nee, de komende dagen verwachten we traditioneel de decemberperiode te kunnen opstarten. Heb je nog een verlanglijstje? Nee, niet echt. Nee, ik ben heel gelukkig. Gelukkig in de liefde en gelukkig in het spel. Wat willen we nog meer? Alle winkeliers van winkeliersvereniging De Biezenkamp wensen wij u een fantastisch mooie decembermaand. Beginnend met de 5 december en daarna gaan we met z'n allen gezellig kerst vieren. En uiteraard, daarna hebben we oud en nieuw. Dus we wensen u echt een fantastische decembermaand toe. Van harte welkom op winkelcentrum De Biezenkamp, uiteraard. Een bekende Leusdenaar nu. Ja, dat kunt u wel zeggen. De slagerij Timmer. Ja, helemaal. Ben je blij met dit Biezenkampje opgeknapt? Heel blij. Er is toch nog wat van gekomen, want het was natuurlijk heel moeilijk. Of is het gegaan eigenlijk een tijdje. Maar nou, als je dit dan weer ziet, dan word je er toch weer vrolijk van. Ja. En ook voor de winkeliers en voor iedere winkelier die nog moet gaan komen of wil gaan komen. Ja. Ziet er prachtig uit, vind ik zelf. Vermaak jij je overigens nu als in rusten zijnde? Nou, rusten. Ik kom tijd tekort, zou je zeggen. Maar dat hoor je algemeen, mensen die het ermee ophouden. Hè? Ben je vrijwilliger? Nee hoor, dat doe ik niet. Maar bij mijn zoon in de zaak. En mijn andere zoon help ik een beetje. En we doen leuke dingen. Ja. Lekker golven met mijn vrouw. En af en toe een beetje naar Spanje. Ja, toch? Heb jij nog iets voor de Sint op je verlanglijstje staan? Nee, alleen maar dat de mensen een beetje gelukkig zijn. Een beetje naar elkaar toe, een beetje, hoe zou ik het uitleggen? Ja. Dat mis ik wel af en toe bij de dat mensen. Mooi, daar sluiten we mee af. Ja. Dankjewel. Goed onder elkaar zijn. Hoi. Jij ook, groetjes. Hans van Doorn. Ja, Joop. Ook oude het verleden hebben we veldslagen afgewerkt op de tennisvelden. Man. Praat er niet over. Oh. Monsterpartijen hadden wij, hè? Gek voor worden. En de apret-tennis was ook gezellig. Ja, dat was het leukste, hè? Maar daar deden we het voor. Punten moesten verdeeld worden. En nou hebben we serieus De Biezenkamp. Ja, leuk geworden. Goed. Lang geduurd, maar prachtig geworden hoor, bij elkaar zo. Laten we er maar goed van genieten. Jij komt hier nu regelmatig shoppen? Ja, natuurlijk. Ik kwam hier altijd al natuurlijk, want ik ben een oude Leuzenaar. Ja. Maar het was. Maar dit is geweldig, echt. Ja, prima. Dankjewel. Hans, ben jij dit jaar nog een beetje lief geweest? Want de Sint loopt hier rond, hè? Ja, dat heb ik gezien. Heel lief. Ik heb al een handje gehad. Ja, oh. Ik was heel lief, totdat ik jullie tegenkwam. Maar dan verander ik meteen, dat weet je. Biezenkamp, net formeel geopend. Yes. Heel erg mooi geworden. Zeker. Jij gaat hier nu regelmatig winkelen? Ja, dat is de bedoeling, toch? Ja. Grote Lidl. Oh, dat is helemaal mooi. Dus daar ga je natuurlijk ook misschien nog wel af en toe zijn. Daar zal ik zeker heen gaan. Het is makkelijker bereikbaar als waar die nu zitten. Ja. Even, nou word je hier een beetje daar achter in de maling genomen. Ja, je hebt van die mensen erbij, hè? Hij is ook in het land, Sinterklaas. Ja, ik heb hem net even snel gezien. Ben jij lief geweest? Heel lief, ja. Dus jij krijgt cadeautjes? Ik hoop het. Had jij nog een verlanglijstje? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, ja, ik. Heb je alles al? Ik ben zo gelukkig dat ik alles heb. Oh, dus, dat is een mooie toch? Afsluiter. Nou, dat bedoel ik. Nou, nog heel veel plezier en leuk. Dank u wel. Maar dit is mijn hobby. Als u van uw werk een hobby kunt of gemaakt hebt. En je hebt een partner, hij zal leven. Maar als je werkt met tegenzin. Na verloop van tijd, dan zegt die partner, ik heb het gehad met je. Zeikert, beide weer, met dat uitgestreken gezicht. Ik ga even verder. Nu de kleine graadjes. Kijk, zo doen wij het. Hoe gaat het nu in zijn werk? Krijgt ze straks een cadeautjes met een verlanglijstje? Ja, ze heeft een verlanglijstje gemaakt dit jaar. En dan is straks afwachten wat er in de schoen komt. Ja.
Dus dat heeft ze die ook al gezet? Ja, die heeft ze ook al gezet. Niet vandaag, maar wel vorige week. En toen heeft ze wel wat gekregen in de schoen. Yeah. En met pakjesavond natuurlijk. Yeah. Dus het wordt hartstikke leuk. Fijne Sinterklaasavond. Hè? Dank u wel, hetzelfde. Wat proef ik nou? U proeft Spaanse churros. Dit is een deegproduct tussen een oliebol en een poffertje met kaneelsuiker. Een ontbijt van de Spanjaarden van vroeger. Zonder de kaneelsuiker en dan werd het in de chocoladesaus gedipt. Is het nieuw op de markt? Nee, wij doen het al 15 jaar.